Na net niet helemaal voetbalvrije week, toch werd immers geoefend tegen Fortuna Sittard, 3-3, is het nu tijd om de 5 laatste finales te gaan spelen. Dit is de TOS met Jos. Frans, ik zei het al, de net niet voetbalvrije week, 3-3 tegen Fortuna. Nee, dat is prima resultaatje, is toch lekker. Plus, gaat ook niet om het resultaat. Hè? Plus, de trainer heeft een beetje wat uit kunnen proberen. Hè? Je wordt natuurlijk gedwongen om, hè, met name voorin, wat te gaan veranderen. Chakamaki is geschorst. Dus moet je het anders gaan doen. Ja. Zou jij gewoon één op één gaan wisselen, Arias erin zetten? Ja, weet ik niet. Hij scoort 2 keer, waarvan ik las, want niemand heeft het natuurlijk kunnen zien, dat daar een uitstekende uitgespeelde goal, balletje over de keeper wippen en scoren, dat zie ik toch graag. Dat is lekker. Hij heeft niet heel veel gespeeld dit seizoen. Ja, is ook niet gek als je, nee. Als je achter de topscorer van de Eredivisie op de bank zit. Ja. Maar we gaan hem nodig hebben. We gaan hem zeker nodig hebben. Want er komen hele belangrijke wedstrijden aan te beginnen. Nog 5 finales, hè, wordt dan gezegd. Let op, we krijgen dus allereerst Sparta uit. Gaan we het dadelijk over hebben. Heracles uit. Gaan we het misschien niet meer over hebben. Ajax uit. Maar dan krijg je ook nog RKC thuis en Emmen thuis. We staan op 22 punten. Doe eens een gokje. Op hoeveel punten eindigen wij? Ik denk dat we er nog wel 7 gaan halen. Dat denk ik ook. En ik denk dat dit een legendarisch seizoen gaat worden. Waarin je met 29 punten genoeg hebt voor een langer verblijf in de Eredivisie. Ik wil het gewoon niet op die laatste wedstrijd tegen Emmen aan laten komen. Nee, dus dat zo'n hele echte finale gaat te worden. We kunnen nog 17e, nog 16e en nog 15e worden. Hè? We kunnen samen nog rechtstreeks met Emmen, RKC en Willem 2 strijden we daarom natuurlijk. We hebben het nog redelijk in eigen hand. Ja. Alleen Willem 2 krijgen we dan niet meer van de directe concurrenten. Nee, maar Emmen en RKC, dat wordt een spannend potje. Daar gaan we het dadelijk over hebben. Maar we gaan dus eerst even met de trainer praten hoe hij de afgelopen dagen beleefd heeft. Of hij misschien ook iets van de Super League vindt. Want dat was ook. Ik vind daar wel wat van. Daar gaan we het zo meteen ook over hebben. Naar de trainer. Eerst naar de trainer. De Super League, wat vind jij daar nou van, Jos? Jij bent nog uit de tijd dat er een beetje geld verdiend werd in het voetballen. De Europa Cup 1 en de Europa Cup 2 had je toen nog. En de Jaarbeurs-Stedenbeker had je volgens mij ook nog. Maar nee, nu is het... vind je het nog normaal? Nee, het is niet normaal. Maar het was de laatste dagen natuurlijk in heel Europa een thema. En zoals het er nu uitziet, is het al, geloof ik, weer geschrapt. Van tafel. Dus al met al veel ophef. En uiteindelijk is het weer allemaal gelukkig een beetje terug. Gelukkig hoeven wij ons bij VVV nog niet om die Super League druk te maken. Hè? We maken ons druk om de komende 5 finales. Dus we blijven het herhalen, maar het is ook zo. Wat voel je in het team? Iedereen nu van, en nou gaan we de belangrijkste maand in. Nu worden de prijzen verdeeld. Is de finishlijn in zicht? Jawel, we hebben maandag weer de training opgenomen en je ziet dat die jongens ook elke dag ermee bezig zijn. En zaterdag is weer een nieuwe tegenstander die we proberen moeten onze wil op te leggen. En dat we ook kansen gaan afdwingen en dat we uiteindelijk hopelijk ook met 3 punten naar huis kunnen. Ja. Jacco speelt niet, die is geschorst. Je had wat mensen die net wel, net niet terug waren van de blessure. Kun je daar al wat meer over vertellen? Ja, nu hebben we de voorlaatste training. Chris Koem en Roy Gelmi hebben de laatste 10 dagen niet mee kunnen trainen met het team. Hebben nu het laatste gedeelte mee kunnen doen. Dus even kijken of ze geen reactie hebben morgen. Dus misschien kunnen ze nog aansluiten bij die groep. En de Donis Brothers? Ja, Christos gaat heel goed. Heeft maandag de groepstraining compleet om kunnen zetten. En hij is eigenlijk, denk ik, voor zaterdag ook wedstrijd fit. Goed zo, dus je hebt weer wat meer keuzes die je kan maken. Ja. Lucas? Ja, jij hebt hem, hè? Ik heb een Albert Heijn muntje, dit keer. Voor wie speel jij, fans? Ik speel voor Detlef de Groot. Die heeft een vraag over... Ja, die blikt alvast vooruit de wedstrijd tegen Emmen. En ik heb een vraag van Davy Jacht en die gaat over iets heel persoonlijks, Jos. Die gaat het erover hoe het is dat jij het vindt om opa te worden. We gaan eens kijken welke dat kan worden. Ik word of Albert Heijn of helemaal niks. Ja. Oh? Ik ben Albert Heijn. Oh ja, ben jij Albert Heijn? Dat komt goed uit. Heel mooi, dan mag ik de vraag stellen. Vraag is van Davy Jacht en die gaat over iets heel persoonlijks. Nou weten we dat wij jou alles mogen vragen. Maar Davy vraagt, Jos, ik weet dat je opa bent. Hoe bevalt jou die rol? Ja, hartstikke leuk. Want je hebt een klein zoon, een klein dochter? Een kleine zoon, hè. Een kleine kleinzoon? Ja, een kleine kleinzoon. En hoe heet die? Ace. Hoe bevalt die rol? Ja, hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Ja, echt waar? Je bent elke dag blij als je die kleine weer ziet. En elke dag en elke week komen er weer volgende stapjes. Hopen op meerdere kleinkinderen natuurlijk, hè? Ja, dat ligt niet in mijn handen. Lekker druk op inderdaad, ja. Jos, dankjewel. Heel veel succes op het kasteel. We zeggen net al, het is een sprookje. Laten we hopen dat het een sprookje voor VVV wordt. Dat hopen we ook. Die Super League, belachelijk idee. Afgeschoten, doei, iedereen rent weg. Weet je wat ik veel erger vind?
al die protesterende fans in Engeland, die moeten niet net doen of het nu wel allemaal normaal is. Hè? En of de Champions League wel normaal is, want daar wil ik ook wat over zeggen. Kijk, we hebben natuurlijk, de FIFA en de UEFA komen nu in opstand. Zij hebben toen een keer de Champions League bedacht, die is maar om één reden bedacht, om enorm veel geld te verdienen. Dus ik snap die clubs ook wel, dat die nu denken, hey, nu steekt de FIFA en de UEFA enorm veel geld in de zakken. Dat kan beter naar ons toe komen. Dat begrijp ik nog allemaal en wel. Hey, FIFA en UEFA hebben het dan over list en bedrog. Ja, nou, als er twee organisaties zijn waarin maar dat voorkomt. Ik wil er even één ding over zeggen. Alles en iedereen de straat op. Ook die van Tottenham Hotspur. Ik vind dat een prettige club. Maar die staan allemaal op straat te janken. Een FIFA-mafia, een UEFA-mafia. Maar het is wel Tottenham Hotspur die een handtekening zetten onder een clausule van meneer Mourinho. Waar een afkoopsom in staat van 73 miljoen euro. Goed, even focus op die wedstrijd te spelen. Vind jij nou ook, want dat hoor je links en rechts. Je hebt een dikke kans, want Sparta is uitgevoetbald. Ja, denk je dat meetelt? Maar Sparta is toch niet van niks uitgevoetbald? Sparta is dus een betere ploeg dan Sparta is beter dan wij. Sparta is beter dan wij. En Sparta is, hè, het blijft een link ploegje. En misschien moeten we ons gewoon na de reeks die we hebben gehad gelukkig prijzen met een puntje tegen die ploeg. Ik vind dat gewoon ook een hele sympathieke club. Ze hebben een mooi logo met, hè, Simon Jansen. Simon Jansen die de bal aanneemt. Weinig heibel, weinig gezeik, sympathieke spelers. Lennart die loopt daar rond. Dat vind ik altijd een plusje. Dus ik gun Sparta ook het Eredivisieschap, maar ik gun onze punten nog meer. Pak dat puntje tegen Sparta, we gaan gewoon winnen. Weet je wat het wordt? Ja, ik denk dat jij zegt 1-3. 3-1. We gaan eens zien hoe het sprookje van VVV verder gaat en waar kun je dat het beste doen als het kasteel in Rotterdam. Komend weekend de wedstrijd Sparta-VVV.